Lege stadions afgelopen zondag vanwege het verplaatsen van speelronde 33. Een weekend zonder voetbal voor de spelers en dus even tijd voor ontspanning. What did you do during the free days? Just having a rest with my family. Go to the city center and enjoy the Koningsdag. So it was nice. De paar dagen rust komen goed uit voor Mitchell, want hij was niet helemaal fit de afgelopen wedstrijden. Yeah, I've been struggling a bit the last week or so. So of course these days were good for me and for my body to try to recover. I feel a bit better. I do. So we'll see what the upcoming weeks if it's get even better. Ook het aankomend weekend komt AZ niet in actie. Toch staat er wel een belangrijke wedstrijd op het programma. Want als Ajax de bekerfinale wint, dan geeft de vierde plek in de competitie ook recht op Europees voetbal. Are you going to watch that match? If I have the channel, maybe yeah. It's an important game for us also. So we don't have to play those playoffs games. So we should cheer for Ajax in only that game and then hope they will win the cup final. So we just have the two games left.